De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat het bestemmingsplan voor het Havenstraatterrein vernietigd wordt. Dat betekent dat er een streep wordt gezet door het bestemmingsplan. Het Havenstraatterrein is de bedoeling dat er allemaal woningen komen en een nieuwe basisschool. Maar er zit ook een trammuseum en een museumtramlijn. En in het bestemmingsplan heeft de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de musea. De uitspraak betekent dat de woningen en de nieuwe basisschool er niet mogen komen nu. Dat de planologische basis daarvoor ontbreekt. En nu is het de gemeente aan zet. Die zal waarschijnlijk zeggen, ja, wij willen toch door met dit bestemmingsplan, want wij willen woningen bouwen. Maar dan zal ze rekening moeten houden met wat wij in de uitspraak hebben gezegd. En dat is, kijk naar de belangen van de musea.